We gaan naar Birmingham voor de wedstrijd Aston Villa Ajax. Ja, Birmingham. De start van de Peaky Blinders en de Second City Derby tussen Aston Villa en Birmingham City. Het stadion van Aston Villa, dat is gebouwd in 1897, ligt hemelsbreed, zo'n kilometer of vijf van het van Birmingham City af. En het zou jullie daarom ook niks verbazen dat als beide clubs tegen elkaar spelen, de gemoederen hoog oplopen. Zoals de laatste keer in 2019, toen Aston Villa-speler Jack Grealish een klap op zijn gezicht kreeg van een Birmingham supporter. Eigenlijk is Aston Villa altijd oppermachtig in de Second City Derby, op een af en toe een gelijkspeltje na. Maar als Birmingham City een keer weet te winnen, dan breekt er een waar volksfeest los. Zoals hier in, geloof ik, 2005. De KVB in Nederland zou helemaal gek worden. Ze zou denken, what the fuck is hier gaan? Maar zeg nou eerlijk, er is niks mooiers dan zo'n ouderwetse pitch invasion. Dat is Onno aan het werk. En hier hebben we een heleboel luxe. Dan doe je deze inderdaad. Hierin, zo, andersom. En dan kleur je je eigen eronder. En dan een beetje doorpoeren. En dan. Hop. De fanatieke voetbalfans van Aston Villa gaan door het leven als Villa's Hardcore. Dat is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende groeperingen. Zoals elke grote voetbalclub in Engeland heb je verschillende generaties, verschillende groepen voetbalsupporters. Maar de verzamelnaam is dus sinds de jaren 90 Villa's Hardcore. Het is ontstaan tijdens een uitwedstrijd in Londen, bij West Ham, waar een grote groep Aston Villa fans aankwam en een politieagent via zijn portofoon riep: collega's, be aware, wees voorzichtig, hier komt Villa's Hardcore. Sindsdien hebben de Villa supporters dit als nickname aangenomen. De laatste keer dat die Villa Hardcore fans echt voor problemen zorgden of waren opgepakt, was in Alkmaar. Ze verstoorden toen de openbare orde volgens onze autoriteiten. 50 man waren toen vastgehouden, maar mochten uiteindelijk ook gewoon weer gaan. Lekker eten, gewoon het verjaardag vieren. Ik bestel een fles champagne zo meteen. En daar maak ik het beste van. Hey. Dit kleine glaasje had ik ongeveer 7,5 liters kunnen kopen. Proost! Wat een luxe, wat een luxe. Ome vertelde dat hij Ajax vanmiddag ook gegeten heeft. Dus als Ajax morgen kut speelt, dan zijn wij ook kut morgen. We hebben hier even lekker brok of vlees gegeten hier ook. Met de veul, dat vind ik gewoon lekker. Maar we hebben hier fantastisch gegeten. Mijn portemonnee vond het wat minder, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar daar komen we ook wel weer overheen. Jongens, wij maken hier een toptrip.
You're one macroscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Ajax en Aston Villa speelden in het verleden één keer tegen elkaar, naast vorige week. Ik kon het mezelf niet meer herinneren, maar dat was in 2008. We kwamen eerst op 1-0 achterstand dankzij deze fout van Kenneth Vermeer. En kwamen nog wel op gelijke hoogte dankzij Thomas Vermaelen, maar we verloren uiteindelijk toch met 2-1. Het was einde Europees seizoen en even later ook het einde van Marco van Basten als hoofdcoach van Ajax. Kijk, dit is... Veel fans die zullen hem haten, Martinez, de keeper van Aston Villa. Maar ik zelf als keeper kan er eigenlijk alleen maar respect voor hebben. Naast heel veel wereldreddingen die hij tijdens het WK had, beschikt hij ook over de juiste mentaliteit. Tijdens een wedstrijd tussen Argentinië en Brazilië was er veel buitensporig politiegeweld op de tribunes. En toen sprong hij ertussen om zijn supporters te beschermen. Ja, daar kan je eigenlijk alleen maar respect voor hebben, toch? Ja, nee.
Zit erop. Voor mij nog niet helemaal, want ik ga nog een weekendje met mijn moeder en mijn broer naar Lissabon. Nou, kijk ondertussen ook een van de andere video's, en daarin zie je onder andere dit. Je bent nog net als toen.